Goedemiddag allemaal, het is 11:15, het is vandaag 1 januari. Mijn naam is Karen van der Werf en ik vlog dagelijks samen met mijn dieren Draki, Speedy, Lady, Lovely. Lovely is nog maar klein, die is vandaag precies 10 weken. Alleen, die wordt er nu even uitgelaten door mijn maatje. Roderick Staalman, die zien jullie ook af en toe wel door de vlogs, niet meer elke dag. Nee, maar ja. Ik ga dus weer vandaag even met mijn maatje Roderick even naar de Jumbo even kijken wat we weer daar weer kunnen halen. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Goedenavond, einde van de middag. Einde van de middag, avond allemaal. Ja, ik heb niet heel veel gevlogd, maar we zijn weer bij de Jumbo geweest. Ja, bij de ene Jumbo is een beetje, commotie ontstaan, wil ik ook niet zeggen, maar... Nee, maar ze hebben ons daar waarschijnlijk een beetje te vaak gezien, maar dat geeft niet. Maar we hebben nog een andere Jumbo. Ja, Jumbo, ik ben gek op Jumbo. Ja, nog even en ik ga er slapen. Nee, ik ben nou even bezig met de vlog van de strandwandeling 30-12-2017. Die hebben jullie... kijk nou wat jullie waar zeg, als ik er zo niet meer... Nee, daar ben ik even mee bezig. Dus die hebben jullie alweer gezien als jullie deze weer zien. Ja. Precies, want hij wou even niet wat ik wou, dus eventjes een andere geluid even waarschijnlijk onder. Dan hoop ik wel dat hij het dan wel doet. Dus even kijken en daar staat nog iemand te niks te doen en te kijken. Oh, wat ga je doen? Doe je goed, pot op. Dus ja, ik zou zeggen, ik ga straks eten en dan neem ik jullie gewoon lekker mee. En het is gewoon lekkere maaltijdsalade, ja. Nou, hij wil dus wachten om iets schoon te maken. Omdat ik dus aan het vloggen ben. Want, waarom? Vertel het eens. Geen lawaai, een onrust. Wel, nee. Dat hoort dus, en bij deze huishouding, dat ik dus twee honden heb, die dus nog wel eens door het modder en alles heen. Ja, en dan heb je op het laminaat, dan heb je nog wel eens vieze dingetjes. Zo, nou ja, vieze dingetjes. Ja, en dat wordt hier gewoon in principe gelijk schoongemaakt. Ja. Maar hij had zoiets van, ja, maar dat geeft onrust. Nee, dat geeft geen onrust. Dat hoort erbij. Als je hier ook kleine kinderen hebt lopen, hè, heb je ook lawaai om je heen. Ja, en ik heb nou eenmaal vier dieren. 3, 4, 6, 8. En dat is de grootste onruststoker, deze hier ook. Dit is de grootste onruststoker, deze. Zal best. Want, waarom? Zal dat best? Vertel het eens dan. Omdat ik altijd onrust stok. Je wordt heel onrustig van mij. Ja. Nee, ik bedoel, we zijn even bezig en ik denk al veel, veel verder dan jij aankwam. En daar hou ik geen rekening mee, dus dan ben ik jouw onruststoker. Ja, toch wel. Klein beetje, hoop ik. Want, waarom, hoop je? Ik hoop niet dat het heel veel is, laat ik het zo zeggen. Nee, alleen jij moet niet vooruit denken, maar zoals dit, ja. Met even schoonmaken, dat kan altijd hoor. Nee, maar jij was even bezig. Denk, dan ga ik je niet mee lastigvallen. En daar valt hij mij toch niet mee lastig, nee. Alleen, en waar wij een beetje woorden, meningsverschil over hebben, dan ben ik met een vlog bezig. En dan zegt hij wat, en dan heb ik hier al op de achtergrond een beetje herrie, zoals het behoort. En dan gaat hij weer iets zeggen, en dan word ik helemaal para in mijn kop, maar oké, maakt niet uit. That's me. Ja, that's me. En daar kan ik dan weer niet tegen. Kijk, ja, zie je dat? Zie je dat niet? Nee, ik zie het niet. Zie je het? Ben ik nu wagen? Ja, kijk. Okay. Zie je het nu? Ja. Oké. Okay. Ja? Check. Double check. Triple. Dus nou weet je ook waar je op moet letten als hij wazig wordt? Ja. En waarop dan? Op het beeldschermpje natuurlijk. Oh, is dat zo? Op ja, het beeldschermpje? Dan kan je zien dat het wazig wordt. Ja. Tenzij het naar je toe klapt natuurlijk. Kan ik het niet meer zien. Nee, maar dat is juist het leukste. Ik vind het niet leuk dat het wazig wordt. Nee. Dan moet je weer inzoomen, uitzoomen en dan weer scherpste. Wat gaan we doen dan? Jouw pesten? Ja, denk je dat ik dat leuk vind? Nee. Nou, dan heb je weer gelijk in. Maar dat is soms wel leuk. Soms wel. Maar soms ook niet. Nee, en precies. Met deze knaldingen mij pesten, daar hou ik ook niet van. Nee. Nee. Ja, maar dan gaan we binnenkort wel andere emmer pesten. Ja, goed, maar dat zijn anderen. Dat ben ik niet. Dat is niet zo erg. Niet. Dat is mooi.
Leer je het nou echt nooit? Nee. Nee. En dan heeft hij je eten. En dan is het als weer heet. Ja. Ja. En want hij heeft de warme versie. Ja, en jij de koude. En ik de koude versie. Ja. Warm is het toch lekker. Toch wel. Heb je nog nooit iemand maaltijdsalade zien eten? Nou, en niet op jouw manier, nee. Ja, koud is niet lekker. Niet? Nee, dan zit iemand in je pand volgens mij. Nee hoor. Oké. Ik zal zo. Nee hoor. Nee, oké. Nee, kijk maar. Achter je, in de krappaal. Wie zit er dan? Dus, okay. Eet smakelijk. Hetzelfde. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral dat blauw duimpje omhoog. Abonneer eventjes op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Ik zou zeggen, tot de volgende vlog maar weer.